En daarom trok ik naar de joggingsroute van Chef in het Hageland. Dit wegeltje ligt op de joggingroute van Chef. En Chef die woont op ongeveer 400 meter van hier. Nu, elke week vertrekt hij om stipt 1 uur bij hem thuis. Dat is over ongeveer een kwartiertje. Uit zijn interviews weet ik dat Chef een fascinatie heeft voor uilen en een fobie voor ladders. En daar kan ik hier wel iets mee doen. Chef woont aan het eind van deze straat. Het enige wat ik nu nog kan doen, is wachten op zijn vertrek. Dan zet ik de achtervolging in, want het is de bedoeling dat Chef me net voor zijn verrassingsmoment even te zien krijgt. Dat ik op de plek ben waar ik Chef uiteindelijk wil verrassen. Hij heeft mij net zien passeren. De ladder moet zijn aandacht trekken en dan zal hij mij te zien krijgen in een onmogelijke situatie. Iets dat Chef's aandacht moet trekken. Als hij mij hier zo ziet staan. En als Chef onder mij loopt, kijkt hij even op, maar jogt dan rustig verder. Dit had ik niet verwacht. Ik denk dat het voor Chef iets opvallender gaat moeten zijn.